Vanmiddag is de nieuwe brandweerkazerne aan de Nijbracht in Emmen geopend. Burgemeester Buil leidt deze opening in door op een knop te drukken, waarna de brandweer voor het eerst uitrukte met veel lawaai. De opening werd afgesloten met een open huis waar de gasten een blik konden werpen op de nieuwe brandweerkazerne. Omdat de oude brandweerkazerne inmiddels 26 jaar oud was en toch wel dringend aan vernieuwing toe was. En dan krijg je de keus van gaan we de oude helemaal opknappen of bouw je een nieuwe. En de keus van de lokaal bestuur is gevallen op het bouwen van een nieuwe. We zijn uitstekend voorzien in deze nieuwe kazerne, dat kun je nou voor wel zeggen. Het is een enorme stap voorwaarts vergeleken met de oude kazerne. Dat zit dan vooral ook in de arbeidsomstandigheden. Hoe licht, hoe ruimtelijk zit je op je kantoor. Hoe open is het, want in de oude kazerne was het heel hokkerig. Het is allemaal heel open. En qua slaapvoorzieningen voor de repressieve dienst zijn we toch aanzienlijk op vooruit gegaan. Dat we van de slaapzaal van 60 mensen nu adequate slaapkamers hebben. Dat is uiteraard het resultaat van toch wel goed onderzoeken van wat is nou de beste plek van Emmen om te zitten, om zoveel mogelijk op zoveel mogelijk plaatsen zo snel mogelijk te zijn. Ja, dat is een mond vol, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En op dit kruispunt tussen Rondweg en Honzeugweg is vanuit ons oogpunt in elk geval absoluut de beste plek voor de brandweer. Betekent dat we op de beste plek qua bereikbaarheid een heel modern gebouw hebben waar de veiligheid van de burgers van Emmen goed bediend kan worden. De vorige plek lag eigenlijk net iets te ver van de Nieuw-Amsterdam-Veenoord af. Dat is ook de reden dat we naar deze plek hebben gekeken. Het ligt hier ook vlakbij het MTEC bedrijventerrein. Ook dat is heel belangrijk bij die bedrijven dat we vlakbij in de buurt zitten. Dus de veiligheid kunnen we beter zo bedienen. En het vorige was bijna 50 jaar oud. Dus was gedateerd. Het is nu op en top modern.